tasty, always there. Het is de eerste dag van MTV Dux. Een paar weken geleden heeft MTV mij gevraagd om 100 kandidaten te zoeken voor een grote opdracht. Ik heb een selectie gemaakt, maar wat die opdracht is, dat staat hierin, in deze envelop. Ik heb het nog niet bekeken. Wat ik wel weet, is dat ik het niet alleen moet doen. Ik heb een soort van eigen E-team die mij gaan helpen om die opdracht te vervullen. Team Dux. En die zitten daar binnen. En daar gaan we nu kennis mee maken. Ja, het is Siska. Kom maar binnen. Hallo. Hey. Hallo, Siska. Hey. Siska. Hallo. Filip. Hey. Filip. Hallo. Ik ben Wil. Hallo. Ik ben Wil. Hallo. Ben. Hallo. Ik heb de opdracht bij. Die van een TV gekregen. Ik zal eens kijken. Beste Siska en Tux team. MTV is al jaren altijd en overal aanwezig, maar dat kan beter. Ik wil dat jullie in 3 verschillende Belgische steden met 100 personen 3 verschillende flashmobs gaan doen. Flashmobs? Ja. Nooit van gehoord. Er zitten een paar voorbeelden bij. Okay. Ah, het is een DVD. Ik ben. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. We gaan eens kijken. Flashmobs. Ja. We zien ze ergens een optreden in Hyde Park. En er is 1 iemand aan het dansen vooraan. En voor de rest dansen er voorlopig niemand. Ja. Nu wel, hè. Ah, ja. Oeh, en er beginnen er nog meer mee te dansen. Ah, ja. Het wordt altijd meer en meer en meer en meer. Die dansen allemaal identiek. Ja. Maar het is echt een choreografie, eerder, hè? Een ingestudeerde choreografie. Oh. Oké, we gaan eens naar het volgende voorbeeld kijken. Zie je het er nog klaar staan? Ah ja, dat is van die film. Met die blote mannen die geen werk hebben. Ja, 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 ja. Ah ja, voilà, het is weer hetzelfde. Het begint zo uit niks eigenlijk. Mm-hmm. Het begint heel zachtjes en dan volgen de andere mensen, maar blijkbaar weten die andere mensen wel waarover dat gaat. Oké. Dus als ik het goed begrijp, is een flashmob iets wat ontstaat uit 1 persoon. Mm-hmm. Ingestudeerd. Mm-hmm. Op een openbare plaats, op een onverwachte plaats. Mm-hmm. En je hebt heel veel volk nodig. Ja, ik heb heel veel volk nodig. Ja, maar kunnen wij het gewoon al eens niet proberen? Ja. Toch? Oké, doen we. Een goede flashmob moet heel goed voorbereid zijn. Mijn mannen vliegen er dan ook meteen in. Man, wat een team. Nog kort even voorstellen. Tom, Iwijn, Filip en Bill. Is gesmeed. Op naar het Centraal Station van Antwerpen. Ik heb besloten de mannen alleen te laten gaan en wacht hier vol ongeduld op het resultaat. Mannen onder elkaar werkt altijd. Oké, heren, kom eens hier. We staan hier onder het Centraal Station in Antwerpen. Zo dadelijk gaan we onze mini flashmob hier testen. Iedereen heeft zijn posities. Bill, jij bent degene die gaat beginnen. Jij maakt de eerste 2 toeren, gevolgd door Filip, gevolgd door Iwijn, gevolgd door mij. We doen 2 keer de tour met z'n 4. Als we voelen dat de flashmob geslaagd is, gaan we naar boven en proberen we een trein te halen. Wat denken jullie ervan? We gaan ervoor. Oké, kom. We gaan hier naar boven, we gaan hier de trap op. Ja? Iedereen bij? Ja, kom. Thank you.
flashmob. Dat hebben ze goed gedaan, maar er is toch nog wat werk aan de winkel, lijkt mij. En hoe was het? Super. Ja? Is goed. Ja, ik ben keihard gelukt. Zeker. Is het gelukt? Ja, ik wil het graag zien. Kijk. Ja, het is niet slecht, maar het is wat... Je hebt zo inderdaad wel het onverwachts element. Het ontstaat uit ene persoon. Er komen er wel een beetje reacties van mensen, maar wat ontbreekt is wel de mob, hè? Van de flash mob. Ja. Maar dit is wat je maar kan doen met 4 man. Ja, we hebben meer volk nodig. We hebben meer volk nodig, ja. En daar heb ik voor gezorgd. Ja? Dat wil ik wel eens zien. Gaan we kijken. Oké. Straks in deel 2. Na een zware selectieslag komen de kandidaten aan. Niemand weet waarom ze hier zijn en wat van hen verwacht wordt. Mijn Dux-team vangt hen op. Living in the past with you for quite some years. But no matter what. Geef ze een applaus en veel succes! Wij zien wat je waard bent. Oké, wees toestemming. We onderwerpen ze aan zware fysieke proeven. Maar ook coördinatie is een zeer belangrijk onderdeel van een geslaagde flashmob. Uiteindelijk zal het motivatiegesprek bepalen wie onze selectie overleeft. Dit alles straks in deel 2. Wat is er dan? Vertel ons uw naam, Axel! Tasty, always there.